Terwijl huurders jarenlang op de wachtlijst staan, worden nog steeds sociale huurwoningen verkocht en gesloopt. Kijk naar iedereen die woont in ongezonde, vochtige schimmelwoningen. Terwijl de huur voor steeds meer mensen te duur is. Dat pikken we toch niet? Door de woningnood buiten huisjesmelkers jongeren uit. De afgelopen jaren opende het kabinet Rutte-Ascher de aanval op de huurders. Het is tijd om terug te knokken. Het is tijd om te knokken tegen de lange wachtlijsten. Daarom gaan wij woningen bouwen in plaats van slopen. De afgelopen jaren zijn de huren geëxplodeerd. Daarom gaan wij de huren verlagen en gaan wij zorgen dat woningen worden gerenoveerd. Samen knokken wij voor een betaalbaar huis. Doe mee.